Voetbalclub Diegem levert de eerste kanshebber aan. Schitterende voorzet in één tijd volop links. Demi de Flem komt ook al in één tijd mooi binnen. De 1-2 van de Flem in de match van Diegem tegen Hades Hasselt is het eerste doelpunt waarvoor je kan stemmen. De tweede kanshebber is Ignacio Conchiere van Tempo Overijse. Hij scoorde met deze magistrale lop van heel ver tegen Melcelen. Bijzonder knap gedaan van de doelpuntendief die nog voor Union speelde. En de laatste kanshebber voor doelpunt van het jaar is Kenneth Laurent. Hij scoorde voor Wolverhampton Merchtem in de partij tegen Oostkamp deze beauty. Stemmen kan tot en met zaterdag 18 december op ringtv.be. Zeker doen!